Goedemorgen, het is 10 uur. Ik zou bijna zeggen, dit is koffietijd. Maar dit is geen koffietijd, dit is cultuur in actie. We gaan tot 10 uur vanavond door en tot vrijdagavond 10 uur door. We zijn al vanaf zaterdag begonnen om aandacht te vragen voor de cultuur. We zitten in een verdomhoekje. We liggen met ons ruggetje op de grond en we moeten er iets aan doen. En we gaan daarover praten met mensen die één ding met elkaar gemeen hebben. Liefde voor de kunst, liefde voor cultuur. En ik begin gelijk met Erik Corton. Goedemorgen. Goedemorgen. Muziekmaker, presentator, acteur, auteur. Ja. Wielrenner. Duizend dingen doekje. Duizend dingen doekje. Ja. Beetje, ja. Kan je me even vertellen waar jij was toen je hoorde dat de intelligente lockdown ingingen? Volgens mij gewoon thuis. En toen dacht ik, nou, lijkt me zinnig. Me niet realiserend wat dat allemaal in ging houden voor hetgeen wat we binnen de cultuur doen. Ja. Het vermoeden heb je dan wel, maar op het moment dat dingen dan daadwerkelijk zijn beslag krijgen, dan wordt het duidelijk dat dat heel ingrijpend is. Waar was je mee bezig op dat moment? Ik had op dat moment niet één vast ding, zoals ik zei, 1000 dingen doekje, maar wel 4.500 miljoen dingen staan. Maar laat me raden, veel evenementen. Laat me een paar raden. Ik neem aan dat Pinkpop, dat je daar weer voor ingehuurd was. Ja, voor Pinkpop. Nog een aantal andere festivals en evenementen. Je had een nieuw festival volgens mij, dat ging je organiseren? Ja, het Ode Festival, dat zou ik gaan presenteren, was een Ode Festival in Ahoy in Rotterdam. Hartstikke echt een leuk festival met tribute bands. Dus bands die heel nauwgezet andere bands imiteren. Dus de Queen, de Beatles, gaan ze maar door. Dat is echt geweldig om te zien. Dat was voor hun de eerste keer. En ik weet dus niet of dat ook meteen de laatste keer is geweest. Wanneer zou dat doorgegaan? Dat was ergens in 21 maart volgens mij uit mijn hoofd. Of dat lijkt alweer een eeuw geleden. Ja, maar dat is ook een eeuw geleden. En voor sommige mensen een heel leven geleden. In die zin een leven als producent geleden. Of een leven als gezelschap geleden. Want het gaat stuk. Ja. Het gaat echt in rap tempo stuk. En het is goed dat dit cultuur in actie heet. Omdat het namelijk over cultuur gaat in de volledige breedte. Hè. Het gaat dus om muziek, om theater, om kunst. Alles. Om alles. Maar ook het levenslied. Tot aan Shostakovich in het concertgebouw. Tot aan de hoge en de lage kunst. Zodat we dat altijd zo mooi verdelen. En alles wat daartussen zit, daar gaat het om. Ja. We hebben er allemaal last van. Ja, maar in jouw geval, heb je dan al plannen dat het tribute misschien volgend jaar plaatsvindt? Of denk je dat het gaat nooit meer gebeuren? Nou ja, ik hoop dat festival volgend jaar plaats kan hebben. Want het was te leuk om het, laat maar zeggen, in aanzet te organiseren. Ik heb het niet georganiseerd, maar om daar aan mee te willen werken. En dat het dan vervolgens in een vroege dood sterft, dat zou echt zonde zijn. Maar ja, er zijn heel veel andere. Ik ga in augustus repeteren aan een voorstelling samen met Suzanne Visser. Hoe heet die voorstelling? De grootste helft gaat die heten. Zelf geschreven? Geschreven door Mark Veerkamp. Geproduceerd door Solo Stories, producent waar ik ook Ma onder andere mee gemaakt heb. Ja, want daar kom ik even op terug, want dat ga je weer spelen. Ja. Dus dat is lullig dat het door corona weer moet, maar wij zijn natuurlijk wel blij mee dat je weer gaat spelen. Nou ja, ik ben ook heel blij dat ik die voorstelling weer mag spelen. Omdat die voor een klein publiek gemaakt is. Omdat die voor een klein publiek gemaakt is. Het is een solo voorstelling, ik sta in mijn eentje op het toneel. We mogen 100 man in Lamar herbergen per voorstelling. Want nu is het nog maar 30 man. Nu is 30, vanaf 1 juli is dat 100 en ik begin 3 juli met spelen. We dachten eerst, we doen er 2 op vrijdagavond. Dat liep een beetje hard, dus de zaterdag zijn er ook 2 bijgekomen. De zondag 2 en ik mag hier bekendmaken dat ik er op maandag nog 2 ga doen. Nou, omdat het namelijk is 5 over 10 en we hebben prima. Nu al nieuws. Ongelooflijk. Nou ja, maar de reden waarom ik het zo belangrijk vind is omdat we moeten wel gaande blijven. Ja. En ik vind het heel fijn dat de Lamar daarvoor de zaal heeft opengesteld. Dat Solo Stories, de producent van Ja, laat ik zeggen, de Lamar gaat de zaal openstellen van een aantal voorstellingen die dus 100 mensen kunnen bevatten. Ja. En dat varieert van Marjolein Touw tot Aniek Boer, Lode van Roos. En jij dan met je prachtige monoloog van Hugo Borst geschreven. Door Hugo Borst geschreven. Ja. Maar even iets anders. Je zou een voorstelling doen met Suzanne Visser. Ik heb een oortje voor het eerst in mijn leven. Die valt uit, hè? Ja, zie maar dat ligt niet aan uw toestel. Je moet gewoon je oor eromheen vouwen. Ja, maar dat is nou weer heel moeilijk, want ik heb bijna geen oren. Wel veel fel, maar om nou hier zo te gaan zitten, dat is een heel ander programma. Maar jij zou in augustus met Suzanne Visser dat gaan maken. Dat gaan we nog steeds doen. Okay. Alleen de vorm waarin we dat uiteindelijk in de theaters kunnen wegzetten, dat verandert per week. Mogen we straks inderdaad 100 man daarin herbergen? Worden het er meer? Moeten we de voorstelling terug, dat zijn we nu aan het bedenken. Moeten we de voorstelling terug gaan brengen tot een kortere tijd en dat 2 per avond gaan spelen? Kan. En dat is niet erg, want we zijn heel flexibel. Maar ik merk wel, en dat is hetgeen waarom ik hier ook heel erg zit en deze actie ondersteun. Ik merk wel dat ik zo onderhand hoop dat mijn sector, jouw sector, onze sector, de culturele sector, zo onderhand eens een keer ophoudt met het continu maar flexibel zijn. Kijk, dit is corona, daar kun je niet zoveel aan doen.
Maar we zijn al behoorlijk geslagen en gemet en rondgeschopt in de afgelopen jaren door politici die het allemaal of niet belangrijk vinden of het sluitstuk van de begroting. En daar ben ik nu zo onderhand wel een beetje klaar mee. Ik ben niet voor oversubsidiëring en wat dan ook, maar ik weet dat er in deze sector zo ongelooflijk veel mensen zijn die loeihard werken om dingen te maken waar de gewone Nederlander iedere dag van geniet en blij van wordt. Daar mag het dan goddomme een beetje energie, tijd en geld in gestoken worden. Ja, ja, ook omdat zoveel mensen... Kijk, ons eens op televisie, wij presenteren ons. Maar het is vooral de mensen die achter ons werken. Dat zijn er gigantisch veel. Heel veel. Ja. Die gewoon niks te doen hebben. Die staan daar, hè? Die staan daar nu allemaal hier voor niks. Omdat ze het ook belangrijk vinden dat er gemaakt kan blijven worden. Ja. En dat zijn allemaal mensen die daar hun inkomen, die hebben gezinnen, die hebben... Nou ja, ga ze maar door. En die liggen stil. Ja. Ik bedoel, ik ben nog wat ik zeg, 1000 dingen doe ik. Jij doet ook veel. Wij weten het voor onszelf over het algemeen best wel goed te organiseren. Maar deze mensen kunnen of één ding heel erg goed, of moeten het van kleine dingetjes bij elkaar halen. Die hebben niks. En voor die mensen, met name zeg jij, daar moet nu even gewoon, daar moet iets voor gebeuren. Zeker. We hebben 297.497 mensen eigenlijk al op een soort fideel dam, op de dam staan. Ja. Wij doen het dan wel handiger. Namens hoeveel mensen zit jij hier? Nou, ik zit hier voor die producent waarmee ik die voorstelling ga maken. En voor mijn collega Suzanne Visser. We zijn met 2 acteurs. We zijn met een regisseur, met een schrijver, met 2 producenten. Dat maakt bij elkaar 8 mensen. Laat ik het daarmee houden. Het zijn er misschien wel meer, maar laten we het 8 doen. Bescheiden houden. Die daar hun werk uithalen. En vanaf augustus repeteren, oktober spelen tot aan januari een inkomen uit hadden gehad. Ja, ik begreep dat jouw vader zit in een verzorgingstehuis. Klopt. En hoe lang heb je hem niet gezien? Inmiddels bijna 11 weken. Je hebt wel contact met hem? Dat is heel lastig. Mijn vader heeft Alzheimer. Mijn vader is dusdanig. Ik kan mijn vader bellen, maar dan weet hij niet wie hij aan de telefoon heeft. Ik kan achter een raam gaan staan. Dan weet mijn vader niet naar wie hij kijkt. Mijn vader weet wie ik ben op het moment dat ik hem aanraak. Maar dat kan natuurlijk niet. En dat kan niet. Dus dat is, en degene die er nu als eerste bij zal mogen is mijn moeder. Althans, er mag één iemand bij. En ik vind dat mijn moeder moet zijn. Dus dat zal de eerste zijn die daarbij in de buurt mag. Maar ook dat heeft nogal wat voeten in aarde. Want ook die zal op 1,5 meter met een kapje bij mijn vader moeten zijn. En dan weet hij ook niet zo goed naar wie die kijkt. Hoe oud is je vader? Mijn vader is 78. En jouw moeder? Mijn moeder is 76. En wanneer mogen ze elkaar zien? Dat weet niemand. Ja, ze mogen elkaar wel zien. Maar niet op de manier waarop het nog voor hun allebei zin heeft. Ja. Dus dat is buitengewoon lastig. Ja. Ja. Ook aan hem denken we nu eventjes. Ik denk iedere dag aan hem. Ja, maar ook in deze situatie. Natuurlijk. Erik, ik zou zeggen, we gaan naar het bord toe. Yes. Ik ben net binnen, ik weet niet waar het bord staat. Achter me. Ik heb nog niet achter me gekeken, maar wat een fantastisch bord. Probeer een plekje te zoeken en schrijf je naam op namens de 8 mensen. En ontzettend bedankt dat je even wilde komen op deze vroege ochtend. Dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik deed het graag. Nou, graag gedaan. Zo, dan smak ik deze ook even. Zo gaat dat in het leven. Even kijken, ik hou het klein. Hier staat naast Emiel Schrijver, Ronald van Beek. En schuin onder Lucas fucking Hammond. Nou ja, dan ben je toch echt, spekkoper. Yes. Bedankt jongen. Graag gedaan. En een goede reis naar huis. Dankjewel. En liefst aan je ouders. Gaan wij naar een filmpje toe? Ja, we gaan naar een filmpje toe. Dat is mooi.